mensen, top die we kijken. Allemaal een hele goede morgen. Welkom bij deze werkplaatsvlog. Hey, kijk, vandaag is... Ben er. En ik ga deze kans niet missen, hè, om een mooie bedrijf te kijken. Precies, zo is het. Ja, want het is natuurlijk vandaag, als we dit opnemen, is dinsdag. En dat is eigenlijk de dag dat Thomas er normaal altijd is. Maar ja, ik was niet in de werkplaats. Dus, maar we zijn vandaag bij DSP in de werkplaats. En ja, we hebben al meteen iets ontdekt. Snorkazen zijn terug. Kijk hier dan. Ja, die waren heel erg gepit, waren ingeroest. Ja, deze zijn opnieuw geslepen, deze nokken. En hier deze. Oh. Ja, dat is mooi. Zo. Ik kan altijd timmerman worden. Ja, die willen we liever niet terugvinden in het karter van die laststikken. Normaal leuk, hè? Ik heb ook een paar stukjes zie ik wel. Ja, toch? Ja, nou, hier heb ik al vertrouwen in. Die gaat het wel doen. Dat moet hem worden. Precies. Ik wil eerst een timmel schoonmaken. Ja. Oké. Okay. Braampjes van de productie van het draaiwerk. Hier, er zitten hier hele scherpe randen aan. Daar gaat je o-ring wel kapot van. Inderdaad, ja, er zit hier een hele braam zit eraan. Ja, die moeten we inderdaad even opschuren met de schuurlinnen. Nou, ja, okay. Moet dat even goed nog controleren. Ja, dat is niet voor niks. Nee. Hmm.
We gaan met een veldje doen. Hier. Dat is wel een hele flinke. Ja, dat is misschien niet gek inderdaad. Ja. Ik krijg gewoon een stuk uit mijn handschoen. Een nare dat. Ja, dat is echt een braam. Ga maar veilig hebben, die zit in de gereedschapskamer. Zo. Kijk, als sneeuw voor de zon. Ja, perfect. Ja, zie je maar dat het toch belangrijk is dat nieuwe onderdelen ook gecontroleerd worden. Ja. Vet voor de patient. Het is gewoon remmen vet, hè, weet je? Ja. Nee, dat klopt. Dus die... Ja. Als ik nou zeker wist dat ik die ringen thuis had liggen, die, dat die andere goed zouden zijn, dan zou ik open neerrijden. Maar... Ja, dat is gewoon echt heen en weer. Ja. Ja. Oeh, nieuwe zuigers. Goed dingetje. Coating een beetje los. Ja, ik denk dat dat niet zo'n ramp is. Een dun laagje wat erop zit. Misschien straks met scotch bright een beetje poetsen. Dat scherpe randjes zo weg zijn. Nou, laten we ze allemaal uitpakken en schoonmaken, denk ik. En dan kunnen we ze straks zuigerveren erop gaan zetten. Hopen dat die in ieder geval wel goed zijn. Ja, we liggen er met de cilinderbus een beetje uit, hè. Dat is jammer, of niet, Thomas? Ja. Verdikke. Kom er een beetje aan te gaan vegen. Ja, we staan helemaal klaar. Kijk hier, al die bussen staan hier. Deze afdichting allemaal netjes erop. Alleen deze afdichting is de verkeerde maat. Dus... En die hebben we nou nog niet. Die moeten bestellen. Bij Indië hebben ze. Maar ja, dan hebben ze ook pas morgen natuurlijk. Dus ja, dat zal even moeten wachten. We gaan nog even kijken dat we misschien ergens anders iets kunnen regelen. Wat we nou op kunnen halen misschien. In de buurt. Maar ja, als we ver moeten rijden heeft het ook niet meer, heeft ook geen zin meer natuurlijk. Maar ja, ondertussen kunnen we hiermee verder natuurlijk. Zuigers uitpakken. Schoonmaken. Straks de zuigerveren monteren. Kijken dat die allemaal wel goed zijn natuurlijk. Kut en vet. Het is mooi zien hoe de smering loopt. Ja. Die gaatjes. Daar smeert hij inderdaad die olieschaapveer mee. Ah, mooi. Oké. Okay. Wat je breidt een beetje wegpoetsen daar. Dat is die, ja, die laag is daar. Die coating. Ja, die coating is wel beschadigd daar. Je moet gewoon een scherpe kantje van de coating wegpoetsen, denk ik, en dan... Ja. Het is optioneel, die coating. Is dat optioneel? Ja, die origineel hadden we dan niet.
muggen namelijk ook niet wasmachine. Het is voor die coating eraf. Oh, echt? Dat is een Teflon coating. Oh, serieus joh. Huh? Niet in de wasmachine leggen dus? Nee. Oké. Okay. Hand maken. Ja, dat waren we al aan het doen ook. Dan kunnen we ze gelijk controleren. Niet de bocht. Nee, daar zit de glijknopjes op. Hè? Kijk hier. Ja, dat past lekker, hè, dat. Weet je wat het mooiste is van alles? Dat als we die oude zuigers hadden gehad, hadden we ze allemaal in moeten persen. Ja? Ja, die zitten geperst. Deze niet. Deze die zuigers? Ja. Dat is dezelfde pen. Oh. Voor kerst, hè? Pakketjes openmaken. Zo. Ja, zuigerveren zitten hierin. Kijk eens. Oh, mooi. Die blinken. Zo goed schoonmaken. Ik. Een spaantje. Productiedingetje erbij. Weet je, we moeten bellen als het niet klopt. Ja. 22 oktober 2021. Ja, dat is een dag jonger dan de zuigers. Zo. Dat is een echt... hier zit geen roest op hoor. Kijk. En ik zie daar nog iets aan komen. Oeh, kijk hier! 5 stuks. Geen super! Stuks. Ja, maar die andere die komt dan morgen binnen. Oh ja. Kom proberen. Ja, goed komen toch? Hopen. Je kunt het even proberen. Ja, laten we het doen. Super, dankjewel. Moet je even nameten op de bus passen? Ja, ik heb hier een bus. Laten we het meteen proberen dan. Laten we gelijk eentje opzetten. Oh. Zo gaan we het ook. We hebben ook wel redelijk losjes nog. Ja. Kijk dit. Ja. Maar die kruipt wel op zijn plek hoor. Dat denk ik wel. Ik weet niet hoe grote schuine kanten we hier hebben. Dat valt wel mee. Ja, ze mogen iets meer voorspanning hebben wel. Want hoe groot waren deze? 160. Laten we even naar kijken. 5. Ja, het zou maar eigenlijk moeten zijn wel, 160. Want dit, hij is 165 buitenwerk, zie je. En de groef is 2,5 diep, bedoel ik. Dus dan zou inderdaad 160 zou goed moeten zijn. Laten we anders wel even kijken. Ja. Laten we de stelling wel doorgaan van 60. Dan ben ik hier van morgen. Ja, ja, perfect. Ja, kijk even naar Jan. Hadden we eigenlijk al verteld? Dat we geen dat de afdichtingen die we hadden niet de goede waren. Die zijn groter. Ja, wel, maar van zeker. Ja. Ja, kijk maar. Je kan het wel even laten zien. Voor het geval dat we dat nog niet hadden gedaan. Kijk, dit zijn de ringen die we eigenlijk hadden hiervoor, maar kijk. Nee. Ja, een broekmaatje te groot. Ja, inderdaad. Het is een beetje voor de dikkere variant ofzo. Maar dit is in ieder geval niet voor deze. Er zou er ook een bovenkant op zitten. Ja, er staan lettertjes op, maar we moeten dadelijk even een expert. Hey joh! Oh, ik snap al waar iedereen is, joh. Lunch! Het is boterhammetijd. Oh jee. Oké, boterhammetje eten dan. Zuigerveren, we hebben ze net eventjes uitgepakt en ontvet. Hem schoongemaakt. Dan moeten we ze gaan passen, volgens mij in de cilinderbus. Maar dan ga ik eens even aan Rian vragen dadelijk en dan kan die er vast vertellen hoe we dat best te doen. Ik heb vast even een zuigerveer ingezet hier. Even kijken wat die slotspeling is, hè, daar. Best een flinke ruimte volgens mij, joh. Maar deze kunnen slot lijken mij niet meer te kikken. Nee, die zijn schuin, hè? Ja. Nou, kun je ze even
Ja, hij heeft niet veel ruimte. Ja. Dus die ook ruimte. Dat is ook mooi. Deze weer van hetzelfde nog niet. Ja, ja dat zijn, ze komen allemaal uit één ding. Moeten ze allemaal controleren even? Ja, dat zijn we die schilfertjes, hè? Nee, ik zou ze gewoon goed zuiver maken. Ja, dat hebben we al gedaan. Ik heb ze allemaal met tinner of met remreiniger afgewassen. Ik zou ze wel even allemaal controleren en eigenlijk proberen per bus. Want we zouden eigenlijk best eerst een bus kunnen zetten. Want dan mitten we hem ook exact in monteerde vurl. Maar... We hebben afdichting gehad voor deze. Maar ik weet niet zeker of dat te goed zijn. We moeten ja, dit zijn best wel stuggen. 90 shawl. En hij is ook wel iets wat ruim. Dat zou misschien nog wel gaan. Oké. Okay. We gaan dadelijk zien of het hulpstuk wat we hebben goed werkt. Hè? Ja, ik heb een heel stuk voor niks gemaakt, joh. Jij drukt hem zo in. Ja, oké. Ja, dat moet lukken zo. De sleutelwaard is dat 24. Ja, hoe makkelijk of hoe moeilijk dat het gaat. Rechts kijk dat je met je rechter ingooit, ja. Maar dat viel er wel. Ja, ik druk hem wel door nou. Ja, maar dan moet hij onder eigenlijk ook wel echt een beetje als een polytrekker dragen. En dat doet hij natuurlijk ook niet echt. Hij wordt te zwaar met zijn. Ja. Hij wordt te zwaar met zijn. Ja, die gaan echt zo zwaar ook wel. Ja? Nee hoor, hij kruipt er gewoon in. Ja. Perfect. Nou, dan kunnen we dadelijk terugleggen. Ja, ik wil zeggen als die afdichting ertussen ligt, dan gaan we hem niet op helemaal plat aandraaien. We moeten eigenlijk, een paar busjes moeten hebben die we hier ook in kunnen zetten, dat je hem vast kunt centreren. Ondanks dat je vast zit, echt fixeren. Nou, het hulpstuk is in ieder geval een succes. Dit werkt. Ja? De cilinderbus wordt even gemeten, omdat we zeker willen weten dat de pezen niet verdraaid zitten. Want die kunnen namelijk voor zorgen dat de cilinderbus iets vervormd wordt. En ja, dan kun je het dus door te meten vaststellen. Ja, hij gaat er. Ja hoor. Maar hij gaat recht ook. Dat het bijna is. Ja. Dat is hem. Zo.
te zeggen dat hem daar is. Ja. Misschien een weespas. Nee, natuurlijk. Ja, even te rekenen. Dat is verdrietig. Weet je, als deze video online komt, is het gewoon vrijdag. Dat is wel een soort van cliffhanger. Hè? Ja. Hoe loopt het af met de laatste bus? Oei! Nieuwe techniek gevonden. Beetje waggelen en nou, zit hij, nou draagt hij helemaal op de O-ring daaronder. Dat is goed. Ik denk als we hem nu gaan persen, dan gaat hij niet scheef. Oh, we hebben gewoon zelfs veel te ver al gedraaid, die moer. Ah, hij zakte er echt best wel mee. Ja. Heel veel best. Ja, ja. Zo. Ja, tot en nou komt het erop aan, want nou moet je hem precies... Ja, dat is de manier hoor. Nou kan ik hem helemaal naar beneden drukken en nou, volgens mij draagt hij nou op de O-ring. Tenminste de O-ring, de afdichting, het is geen O-ring. Maar... Zo. Hier, kom op. Goed. Jammer dat hij maar 6 kilometer heeft. Nou, dan heb ik het niet gevonden, dan zijn we klaar. Dat is vaak met dit soort werk dan, hè. Maar, dan weten we het voor de volgende motor. Precies. Je weet maar nooit, hè. Je hebt ook pas één type BMP, er zijn er veel meer. Dat is ook waar. Maar in de T34 zit ook een soortgelijke constructie natuurlijk, hè. Oh, dat moeten we kopen, hè. T34, ja. Zo. Daar heb ik nog een paar motoren voor staan. Ja, daar hoeven we trouwens geen motor te repareren, want die heb ik staan. Ziezo. Vijf bussen zitten erin. We hebben hier even wat zuigerpennen opgezet met koperen ringen om ze aan te drukken eigenlijk. Maar ja, we hebben net even gemeten. En het lijkt erop dat ze niet allemaal diep genoeg erin liggen. En dat heeft waarschijnlijk met de kit te maken, dat we er toch iets te veel kit tussen hebben gedaan waar ze nou op steunen. Dus we zijn nou een beetje aan het verzinnen wat wijsheid is. Of ze eruit gaan halen, de kit eraf halen en weer terug monteren. In principe, origineel zit er geen kit tussen. En hij heeft natuurlijk zijn O-ring waar je op af moet dichten. En eigenlijk is het ook nog die kraag die op de aluminium wordt gedrukt. Dus misschien hadden we beter de kit achterwege gelaten achteraf. Wat denk jij, Thomas? Ja, ik denk dat je wel aardig gepunt hebt. Ja. Een aluminium staal is al geregeld, afdichting en een ring. Een kit. Ja, dat is het. Ja. Ja, en in het slechtste geval dat hij iets zou gaan lekken, ja, dan zweet hij gewoon iets naar buiten. Kijk, het zullen geen stralen zijn die eruit lopen. Het is nu natuurlijk wel zo dat die, als er inderdaad echt een laagje kit tussen zit, die zorgt dat die bus nou niet helemaal aan kan liggen. Als die laag op een gegeven moment slecht wordt en er tussenuit gaat, dan kan die bus lager komen te zitten. En dan is de voorspanning van onze kopmoeren, draadeinde, niet meer in orde. En dan zou natuurlijk die koperen afdichting er tussenuit geblazen kunnen worden, denk ik dan. Ja. We hebben ze net even allemaal gemeten. En ja, deze die ligt echt
aanzienlijk hoger dan de twee die ernaast zitten. Deze zijn ongeveer hetzelfde. Nee, aan die kant zijn ook ja, nagenoeg hetzelfde. Maar deze die, ja, die wil ook niet meer zakken. Die hebben we nog een keer geperst. Maar die doet het niet. Dus deze gaan we eruit halen. We gaan de kit eraf halen. En dan gaan we hem zonder kit nog een keer persen en dan meten. En eens kijken hoe, hoe diep die dan komt te liggen. Ja. Draai ze maar eraf. Ja hoor. Trek hem er zo uit. Misschien gewoon even helemaal eruit halen, even schoonmaken, even de O-ringen controleren ook. Niet dat er eentje nou klem heeft gezeten. Ja. Geen wonder dat hij niet dieper wilde, hè? Een stukje van de O-ring heeft hem niet kapot gesneden hier. Ja, dat is niet goed. Zo. Dat is hem. Ja, die is kapot. Naar 0 van deze. Dan zou die ook op 0 moeten komen. Ja. Een 100ste. Nou, dat reken ik goed hoor. Doen we eerst bovenin, dan gaan we dadelijk onderin meten. Kijken wat ik kan zien. Ja, een 100ste. Ik zie het. Ja. Deze is goed. Niets meer. 200ste verschil. Maar dat mag, hè? Ja, dat was binnen de tijd. Ja. Nou, daar onderin dan nu. Zo. Ja. 4. Ik kan hem even op 0 zetten daar natuurlijk nou. Ja, dat is mooi volgens mij. Hij is niet heel veel inspreken willen zien. Ja hoor. Dat is goed. Kijk. Ja, 200ste. Ja, maar vergelijken dan zou deze ook op 200ste moeten uitkomen eigenlijk. Is iets onrond. 400ste. Ik denk dat het toch wel acceptabel is. Moet deze even checken dan. Min 500ste. En eens even kijken hoe dat die zo is. Hè. Ja. 500ste verschil, zie je dat? Ja. Hoeveel mocht hij hebben? Ik weet het niet. Ik dacht dat wel. Dus min 200ste ongeveer. En zo kijken. Ja, min 100ste. Ja. Dus het valt wel mee. Dat is best goed. En hoeveel is zo'n losse bus dan? Is dat... Daar hebben we nog niet gekeken natuurlijk, hè? Ja. Zeggen wel min, maar eigenlijk is het plus natuurlijk. Hè? Plus 500ste is deze en dan deze. Plus 5, ja. Ik ga hem onderin meten nog. Oh hé, hey, kijk nou. De winste was het? Ja. Onderin zijn ze gewoon iets kleiner dus. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met hun machine dan. Kijk eens. Zie je? Dus dat verschil waar wij onderin meten en bovenin is gewoon normaal. Dat zit in de bussen. Dat zit niet in onze montagemethode dan. Very nice. We halen ze er even allemaal uit. Jammer. Een dag voor niks gewerkt, bijna. Maar ja, goed. We hebben wel een video gemaakt. Zullen we het daar maar op houden dan?
Ja, en een beetje lering getrokken uit van hoe je een BNP-motor niet moet bouwen. Ja, die O-ringen die we hebben zijn gewoon te hard. Te hard, ja. Ze worden gewoon afgesneden en hij zit de hele tijd te schranken, een vervelende rotting, en nou wil die er niet uit. En we krijgen met de pers ook zomaar niet eruit. En daar ligt ook een schilfertje. Ja, er liggen ook rafeltjes O-ring. Zo'n 90 is te veel. Ja, het is gewoon niet goed. Oh nee. We hebben ervoor gekozen om ze allemaal eruit te halen. En dat is maar goed ook, want er waren toch nog een paar pezen afgesneden. Even kijken. Nou, deze hadden we net al gezien, hè. Ja, dit zijn gewoon zo'n taaie O-ringen. Die kunnen zich gewoon niet genoeg zetten in die groef. En daardoor worden ze afgesneden. Dus ja, jammer. Maar ja, in ieder geval goed dat we ze eruit hebben gehaald. Dat is niet voor niks geweest. We hebben in ieder geval dus niet de goede O-ringen. Dat is een beetje jammer. Ze zijn besteld. Hopelijk hebben ze snel. Ja, dat eigenlijk. Ja. Ja, we moeten nog meer van zeggen, Thomas. Ja, een beetje jammer dat we de kit er al weer af moeten peuteren. Maar ja, voor de rest is het goed dat we het gedaan hebben. Dat is zo. Ik zit stellig te twijfelen of ik die kit volgende keer wel eraan moet doen weer. Want die afdichting moet het toch voornamelijk doen. Ja, en het is ook wel een ding, want hier zit ik helemaal geen schuine kant aan bij deze afdichting. Terwijl dat bij die achterste, daar zit een heel mooi schuin kantje aan. Dus die kunnen zich veel beter zetten dan deze. Ik weet niet waarom dat niet gedaan is eigenlijk, want het had makkelijk gekunnen. Want die afdichting, daar ligt die pas. Terwijl hier gewoon een heel stuk niks is. Wat gewoon, ja, het zal waarschijnlijk wel niet kunnen. Misschien dat hij heeft ook wel steun nodig natuurlijk, ook die cilinderbus daarboven. Misschien dat het dat is. Maar goed. Balen. Ja, maar we gaan het wel afsluiten, denk ik. Ik zit te denken, wat moet ik er nog meer bij vertellen? Ja, het is een beetje een domper, hè? Eigenlijk vandaag niks opgeschoten, dus lijkt het dan. Maar goed, wel een methode bedacht om die cilinderbussen erin te persen. Dat werkt hartstikke goed. We weten nou ook hoe we het moeten doen, hè? Met een beetje te kwikkelen, om het zo maar te zeggen. En dan in één keer doordrukken. Ja, en zorgen dat we in ieder geval de goede afdichting hebben. En dan komt het de volgende keer allemaal goed. Nou, dat was het. Thomas, jij hartstikke bedankt voor je hulp vandaag. Ik vond het weer geweldig. Jammer dat het niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, helaas. Maar ja, we zijn in ieder geval weer verder, toch? We hebben weer wat geleerd over hoe je een motor moet bouwen en eigenlijk hoe je het niet moet doen. Ja, ja. Dus. Ja, eerst de afdichting controleren. Dat hadden we al gewoon, want we hadden ze al een tijdje liggen. Hè. Dat is het ergste van alles. Ik had die dingen al hartstikke lang liggen. Alleen de die ervoor bedoeld waren, die waren veel te groot. En toen hadden we deze gevonden, maar die waren eigenlijk weer te hard. En dat was het dus ook niet. Oké, jammer. Mensen, ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.